allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het weer hebben over een van mijn favoriete winkels, de Primark of Primark. Ik weet nog steeds niet hoe ik het moet uitspreken, but I don't care, ik zeg gewoon Primark. Ze hebben een nieuwe collectie, de Nude collectie, die heel veel lijkt op de Kim Kardashian collectie. Kijk maar naar deze kwast, echt, dit is toch gewoon precies als die van haar? Ik heb deze collectie gekocht, tenminste zoveel mogelijk dingen om een full face make-up te maken. Ik heb ook dit leuke paletje, ik heb lipdingetjes, ik heb echt van alles. Ik moet zeggen, de collectie is heel mooi. De Primark gaat er echt op vooruit qua make-up. Ik merk ook dat de prijzen wat hoger zijn. Bijvoorbeeld dit paletje is 10 euro, terwijl normaal lagen die prijzen bij de 7, 8 euro en zo. Dus de prijzen gaan ook omhoog, maar de kwaliteit gaat ook omhoog. En het is gewoon nog steeds betaalbaar. Het is niet nou ineens super duur. Je hebt ook hele mooie wimpers nou bij de Primark, voor maar 6 euro. Ik zag ze daar en ik dacht echt, wow, deze zijn even mooi als die ik heb van de AliExpress. Maar ik blijf gewoon niet gebruiken van de AliExpress, want die zijn 2 euro. En die bij de Primark zijn 6 euro. Dus hè, we moeten wel geld besparen. Nou, ik heb deze make-up look ermee gemaakt. Dus ben je benieuwd naar hoe ik dit allemaal heb gecreëerd en wat ik vind van de make-up? Blijf dan gewoon even kijken. Nou, we gaan beginnen. Het enige wat ik op heb is een dagcrème en ik heb mijn wenkbrauwen gedaan, meer niet. Ik ga eerst primer opdoen. Ik ga mijn Filorga Time Flash primer opdoen. Als je de video hebt gezien waar ik dus allemaal make-up ging unboxen, dan heb, die was vorige week zaterdag. Dan heb je gezien dat ik zei dat ik deze primer wilde gaan testen. En dat heb ik tot nu toe deze week een aantal keer gedaan. En ik ben er tot nu toe wel echt tevreden over. Hij maakt mijn gezicht inderdaad echt gewoon egaal en smooth. Of hij me nou echt jonger maakt, ja, dat weet ik niet. Misschien wel, misschien niet, maar dat kan ik natuurlijk niet zien. Maar voor nu ben ik er wel gewoon tevreden over. Nou, het eerste wat ik ga uitproberen is deze Double End Blend & Contour Brush. Deze is natuurlijk ook van de Nude collectie. En deze is 4 euro. Het doet me allemaal zoveel denken aan de Kim Kardashian collectie. Ze hebben haar echt nagedaan. Hè? Nou, dit voelt echt heel hard aan. En dit voelt heel zacht aan. Ik ga deze denk ik een beetje nat maken. Ik kom zo terug. Nou, ik heb hem een beetje nat gemaakt. Het is niet dat hij zachter wordt of zo. Maar ik maak altijd al mijn sponsjes een beetje nat. Dus deze ook gewoon. En deze is natuurlijk gewoon droog, deze kant. Ik ga mijn Maybelline 24 Hour Superstay Foundation opdoen. Ik ga het hier opdoen met deze kant. En hier opdoen met deze kant. En dan kijken welke beter is en of ze überhaupt wel goed zijn. Nou, ik ga eerst de kwast gebruiken. De kwast is best wel hard. Ik weet het al. Oké, deze is niet fijn om je foundation mee uit te blenden. Totaal niet. De kwast is heel betaalbaar en zo voelt hij ook echt aan. Ik ben nou gewoon aan het dolfaceren, maar ik ga er zo meteen echt nog wel overheen met mijn beauty blender. Want nee. Dit is niet fijn. Hij blendt echt niet makkelijk. Nou, hopelijk is de sponskant beter. Die gaan we nu proberen. De spons is al echt heel hard. Er is gewoon niks zo zacht als de beauty blender. Geen enkele spons. Ik moet zeggen dat dit beter gaat dan met de kwastkant. Maar het is echt niet dat ik nou denk van ja. Ik kan ook niet echt deppen, want normaal met de spons doe ik zo deppen. Maar dit is zo hard. Kijk, als ik dep, komen er gewoon allemaal van die vlekjes. Ik moet het echt een beetje smeren. Nou, de video begint niet zo goed. Nou, ik ga er even gewoon met mijn beauty blender overheen. Want het moet wel gewoon een beetje een fatsoenlijke look worden. Nou, ik denk dat jullie mijn mening al weten. Ik vind die kast helemaal niks. Ik raad hem zeker niet aan. Nou, je kunt er ook mee contouren. Maar ik denk ook niet echt dat dat een succes zou zijn. Nou, ik heb ook deze highlighter en contour kit. Met highlighters en contour sticks. En nog zo'n kwastje, maar dan in het klein. Laten we hopen dat dit kwastje wat beter is. En dit setje is 10 euro. Nou, dit is een cream contour stick. Dit is een cream highlighter stick. Dit is dus het kwastje. En dit is een brow highlighter. Ik moet zeggen dat dit kwastje wel iets zachter aanvoelt. Ja, of niet? Ja, ik weet niet. We gaan wel zien. Nou, ik ga eerst even gewoon concealer aanbrengen. Ik gebruik mijn Maybelline Age Rewind Concealer in de kleur Light. Deze blend ik gewoon in met mijn beauty blender. Want ik wil die kleine kwastje gebruiken om een contour en zo in te blenden. Dus dan blijft die gewoon schoon. Nou, het is dus precies dezelfde contour stick als van de Kim Kardashian collectie. Met allebei een contour kleur en allebei de kleuren. De linker is volgens mij iets lichter dan de rechter. Dit is dus hoeveel je krijgt. Het is niet echt heel veel. Ik ben ze aan het swatchen op mijn hand en het voelt echt heel creamy aan. Je kunt ze hier zien op mijn hand. De ene is inderdaad iets lichter dan de andere. Ik ga er wat lichtere gebruiken, want die heeft ook een iets koelere ondertoon. Nou, ik ga hiermee gewoon contouren zoals ik dat normaal zou doen. Ze brengen echt wel heel creamy aan. De kleur is ook gewoon prima.
Die andere kleur is iets warmer. En dit is dan gewoon altijd hoe ik cream contour. Ik doe nooit hier echt bij de kaak of mijn neus. Ik weet niet waarom ik dat niet doe. Ik vind het gewoon niet echt nodig. Ik ga het proberen hiermee uit te blenden. Ik ga dit kwastje gebruiken. Al denk ik niet dat deze vorm heel goed is om contour uit te blenden. Ik ga ook even deze spons gebruiken. Het is mijn hele foundation eronder aan het afhalen. Mensen, deze twee kwasten. Ik ben er gewoon niet zo enthousiast over, oké? Ik ga gewoon mijn beauty blender gebruiken. Oké, met de beauty blender blendt het ook niet echt heel makkelijk. Mijn laatste optie is deze contour kwast, waar ik normaal ook mijn contour mee uitblend. Ik hoop dat het hier heel makkelijk gaat. Het is alsof ik de contour weghaal als ik het blend. Op mijn voorhoofd blendt hij gewoon wel goed. Ik ga even iets meer aanbrengen. Ik moet wel echt zeggen dat ik de kleur echt top vind. Ze blenden niet heel makkelijk. Mijn Kiko Contour Stick blendt een stuk makkelijker. En je moet hier gewoon iets meer van aanbrengen. Want als je dus zoals ik je net zag te weinig aanbrengt, dan gaat het ook echt best wel veel van weg. Ik breng gewoon iets meer aan en dan wordt het wel gewoon mooi. Nou, tot nu toe is de video niet zo positief, hè? Ja, ik wou maar dat ik er wat positiever over kon zijn, maar ja, ik zeg gewoon echt eerlijk wat ik ervan vind. En ik vind het echt te moeilijk blenden. Ik vind de kleur wel echt heel mooi. Nou, ik ga even snel onder mijn ogen poederen, kom ik zo terug. Nou, ik heb even onder mijn ogen gepoederd en even mijn neus gecontourd met gewoon een poedercontour. De brow highlight ga ik dus pas gebruiken als ik mijn ogen ga doen. Ik kan hem al wel alvast swatchen. Hij is wel echt vrij licht. Het is echt een hele lichte kleur. En ik heb nog deze cream highlighter duo. Dit is dus één lichte glitterkleur en een iets donkerder matte kleur. Nou, dit zijn de twee kleuren. Deze kleur kan ik echt helemaal niks mee. Ik denk dat daarmee wat bedoeld dat je die als concealer kunt gebruiken ofzo, maar... En deze kleur is wel mooi, maar hij swatcht niet echt heel gepigmenteerd. Het was een beetje heel dun. Maar ik ga die even hier gewoon aanbrengen. Ik breng het gewoon aan waar je normaal een highlighter zou doen. En ik gebruik altijd mijn beauty blender om het een beetje uit te blenden. Maar je kunt ook gewoon zo je vinger gebruiken. Wat jij gewoon het fijnst vindt. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat deze ook echt niks is. Het trekt ook helemaal de foundation mee. Je ziet echt bijna niks. Ik vind echt niks goed. Dit is zo erg. Ik ga even deze brow highlighter gewoon alvast doen onder mijn wenkbrauw. Deze vind ik wel mooi. Hij is wel echt iets te licht. Dus als je echt nog donkerder bent dan ik, dan gaat het veel te licht zijn. Ik vind dat we hem iets donkerder hadden moeten doen. Dan is hij tenminste iets geschikter voor meerdere huidskleuren. Dit is echt alleen geschikt voor echt een lichte kleur huid. Ik durf het echt bijna niet te zeggen, maar ook deze zijn echt een faal. Gewoon allemaal. Het enige wat ik een beetje oké vond was de contour stick. Ik vind de kleur mooi. Het blenden ging alleen iets moeilijker. Dat was het enige negatief over de contour stick. Maar in principe vind ik hem gewoon mooi. In het nadeel is wel dat dit dus een set is van 10 euro. Als je de cream contour stick los zou kunnen kopen voor misschien 3 euro of zo, dan zou ik hem wel aanraden, want daarvoor is hij gewoon prima. Je moet gewoon een beetje extra liefde stoppen in het blenden. Maar om 10 euro te besteden aan deze 4 dingen... Sorry, nee. Ik ga nou allemaal comments krijgen dat ik te negatief ben. Nou, ik hoop dat de rest goed is. Nou, ik heb hier het oogschaduwpaletje. Deze kleuren zijn echt heel mooi. Je hebt een beetje wat donkerdere kleuren en wat lichtere kleuren aan deze kant. Dus je kunt een hele mooie ooglook, of ja, je kunt heel veel mooie ooglooks hiermee maken. Ik hoop dat ze een beetje goed gepigmenteerd zijn en een beetje goed blenden. Echt, meer vraag ik niet. Dus ja, we gaan het gewoon uitproberen. Dit paletje is trouwens 10 euro. Dat vind ik een hele mooie prijs voor hoeveel kleuren je krijgt. Ik ga even mijn ogen primen met de LA Girl Pro Primer. En dan ga ik deze kleur pakken om mijn oogprimer af te poederen. Dit doe ik zodat straks alle kleuren er gewoon mooi in blenden en niet gaan plakken aan de oogprimer. Nou, ik ga wel echt voor een full glam. Dus ondanks dat dit een vrij goedkoop paletje is, wil ik er wel echt het beste uithalen. En echt laten zien dat je met een betaalbaar paletje ook een hele goede ooglook kan maken. Dus ik hoop dat de kleuren meewerken. Ik ga even mijn ogen aftapen met een stukje plakband. Normaal is het handiger als je dit doet voordat je gezichtsmake-up op hebt gedaan. Maar ja... Ik heb het al gedaan. Nou, ik pak eerst deze kleur als transitiekleur. En die doe ik hier over mijn hele elkaarboog. En ik breng het echt best wel hoog. Echt bijna tot aan mijn wenkbrauw. Het fijne aan dit paletje is dat er echt genoeg in zit om echt een goede look te maken. Je hebt goede transitiekleuren die gewoon mat zijn. En je hebt goede glitterkleuren. En zoals ik zie bij deze kleur is er ook gewoon genoeg pigmentatie. En blend die ook echt gewoon makkelijk mee. Ik heb niet eens door dat ik hier met een paletje werk van de Primark. Of Primark, of hoe je het ook wilt uitspreken. I don't give a
Nou, wat een video. Toch nog positief, hè? Nou, omdat ik toch lekker in mijn klaagmodus zat. Als ik iets heb te klagen over deze kleur tot nu toe, is dat hij heel poederig is. But I don't care. Echt. Ik heb er echt geen last van. Kijk, je kunt het hier ook zien. Hij is best poederig. Nou, ga ik deze kleur gebruiken om het wat donkerder te maken. En ik ga gewoon met die kleur er weer overheen. Deze kleur lijkt echt op de kleur van daarnet, maar dan iets donkerder. Waarom zeg kleur? Waarom praat ik ineens zo? Niemand weet waarom. En zoals je ziet, ik breng het echt best hoog. Dan pak ik deze kleur en die ga ik in mijn buitenste ooghoek doen. Dit is een vrij donkere kleur bruin. En die doe ik om het allemaal iets warmer te maken en iets donkerder te maken. En ik pak gewoon best wel veel en doe dit in mijn buitenste ooghoek. En ik ga niet echt hoger dan dit. En dan straks blend ik het gewoon mooi. Maar ik breng best wel veel aan, zodat het gewoon best wel donker wordt. En ik blend het ook tegelijk. Ik breng het aan en ik blend het tegelijk. Met deze kant van de kwast ga ik het even een beetje uitblenden. Ik heb tot nu toe echt geen fallout. Er valt helemaal geen oogschaduw hier beneden. Ik ben echt... Ik laat gewoon mijn hele kwast vallen. Ik ben tot nu toe echt tevreden over dit paletje. Dit is echt zo'n paletje die ik dan echt vaker ga gebruiken. Ook omdat er zoveel kleuren in zitten, dus je kunt meerdere looks maken. Nou, ik vind het tot nu toe echt heel goed gaan. Het blendt echt heel mooi. Ik pak de fluffy kwast van net, ik doe er verder niks meer op en ik blend het gewoon hier iets beter uit. Dus zo blend ik het allemaal gewoon beter in elkaar en dan zijn er niet meer van die harde lijnen. Nou, ik ga een halve cut crease maken. Dus ik pak even mijn concealer en dan ga ik gewoon zo een halve cut crease maken tot ongeveer waar het donkere begint. En als je echt wil dat het mooi in elkaar overloopt, breng dan niet te veel concealer hier aan bij de kleur. Ik breng altijd het meeste concealer aan in het begin en ik blend het gewoon een beetje uit, waardoor het dus hier wat minder wordt. En dan straks allemaal wat makkelijker in elkaar blend. Dat scheelt je echt heel veel blendingtijd. Nou, de cut crease is gemaakt. Dan pak ik eerst deze licht roze kleur en die ga ik echt in mijn binnenste ooghoek doen en een beetje naar binnen. En ik maak mijn kwasten zoals gewoonlijk nog met MAC Fix Plus. Kijk hoe mooi. Ik vind dit wel echt heel mooi. Nou, ik breng deze kleur wel echt alleen aan hier in het begin. Ik adviseer echt om je kwast nat te maken met MAC Fix Plus of wat voor setting spray je ook hebt. Dan wordt de kleur echt heftiger. En dan pak ik deze kleur en die ga ik ernaast doen. Zien jullie wat ik zie? Echt, dit paletje is echt... De matte kleuren waren echt al goedgekeurd, maar de glitterkleuren nou zeker ook. Nou, kijk even hoe mooi. Ik vind het echt heel mooi. Ik pak deze kwast waar nog een beetje van die donkere bruine kleur op zit. En daarmee ga ik hier de hoek uitblenden. En ik ga met een kleine, schone kwast even deze twee kleuren in elkaar blenden. Zodat de overgang mooi is. En dan breng ik nog iets meer aan van die middelste kleur. Die paarse glitterkleur. Ja, paars, roze, rood. Ik weet niet precies wat voor kleur dit is. Nou, die middelste kleur ga ik dan natuurlijk ook hier aanbrengen. En dan pak ik weer de kwast waar de bruine kleur op zat. En daarmee ga ik weer hier de hoeken uitblenden. En dan pak ik weer die schone kwast en daarmee ga ik het weer hier binnen uitblenden. Nou, als je tegen mij zou zeggen dat deze look is gemaakt met een palet van 50 euro, had ik het geloofd. Props voor Primark, het is echt een heel goed paletje. En dat ben ik allemaal niet gewend, want ik heb vaker paletjes gehad van de Pri. En ik moet zeggen, die waren niet zo... Denderend. Nou, ik ga even met mijn Catrice eyeliner een wing zetten. De bel gaat. Dat is sowieso weer een make-up pakketje van mij. Ik bestel zoveel. Nou, de wing is gezet. Ik heb ook een wimperkruller van de Nude collectie. Deze was 2 euro. Dit omdat ik heb al een wimperkruller. Maar die is dus helemaal vies door mascara. Dit is dus omdat ik altijd mijn wimpers krulde nadat ik mascara heb opgedaan. Dit is echt heel slecht. Daardoor ga je wimpers echt afvallen en al die dingen. Dus ik wil daarmee stoppen en vandaar mijn wimpers krullen voor de mascara. Dus vandaar dat deze weg moet, want die is helemaal vies. Dus ik moest de nieuwe en ik denk ja, ga ik ook gewoon van die collectie eentje pakken. Ik vind hem ook echt heel mooi. Zo goud met roze. En je krijgt zo'n extra dingetje erbij voor als deze versleten is of vies wordt. Nou, even kijken of hij echt fijn is. Ja, is prima. Krult gewoon je wimpers. Ziet er leuk uit. Alleen, dit is best glad. Dus je glijdt wel zo steeds met je handen eraf. Maar that's it. Verder is hij prima. Nou, ik ga even mascara doen en nepwimpers. Ben ik weer zo terug. Nou, daar ben ik weer. Met weer mega lashes. Deze zijn natuurlijk weer van de AliExpress. En ik link weer in de beschrijving de link van deze wimpers en de rest van mijn make-up.
Nou gaan we nog verder met mijn ogen, want hieronder moet natuurlijk ook iets komen. Dan pak ik eerst deze kleur. Dit was de donkerste kleur die ik deed in mijn elkaarboog. En met een platte fluffy kwast, deze is gewoon van Essence, breng ik dat gewoon aan op mijn onderste wimperrand. En dan pak ik deze donkere kleur, dat was de donkerbruine kleur die ik deed in de buitenste ooghoeken. En met een iets plattere fluffy kwast, deze is van Elf Cosmetics, dit is de Smudge Brush. En die breng ik ook aan op mijn onderste wimperrand, maar iets dichter bij de wimpers. En nog steeds geen fallout, er valt helemaal geen oogschaduw naar beneden. Ik ben daar echt heel blij mee, aangezien ik mijn gezicht al had gedaan. En met diezelfde kwast pak ik nou de allerdonkste kleur in het paletje. Dit is een zwarte kleur. Maar hij is niet echt zwart-zwart. Hij is echt gewoon heel donkerbruin. En die doe ik ook op mijn onderste wimperrand om het iets donkerder te maken. Kunnen we ook weer meteen zien of die goed is. Kijk hoe gepigmenteerd. Heel mooi. En met de fluffy kwast van net van Essence, waar nou niks op zit. Daarmee blend ik het gewoon nog een beetje uit. Of ja, er zit wel iets op, gewoon wat ik net opdeed zit nog op de kwast, maar ik heb er verder niks meer opgedaan ofzo. Nou, dan wat zwarte oogpotlood. Dit is de Lasting Precision van de Kiko, die gebruik ik als oogpotlood. Dit is de kleur 16, dat is gewoon zwart. En natuurlijk mascara op mijn onderwimpers. Ik gebruik weer mijn geliefde mascara van Essence. Dit is echt mijn favoriete mascara. Nou, dan pak ik nog deze hele lichte roze glitkleur uit dit paletje en die doe ik in mijn binnenste ooghoek. Nou, dan is de ooglook af. Ik ben dus heel tevreden over dit paletje. Ik vind hem echt de 10 euro waard. Dit zijn 28 kleuren voor maar 10 euro. En je ziet op mijn ogen de kleuren die ik... Ik heb nou best wel veel kleuren gebruikt. Dat doe ik altijd als ik een paletje test. Want dan kan ik goed zien of heel veel kleuren goed zijn. En dan heb ik er niet maar 1 of 2 getest. En tot nu toe, alle kleuren die ik op heb gedaan, waren alle 3 prima. Dus je krijgt echt 28 goede kleuren voor maar 10 euro. Dat is echt belachelijk goedkoop. Dat is 2,80 euro per kleurtje. De enige kleur die me misschien iets minder lijkt was deze. Want op de swatch, ja, ik had hem ook even geswatcht. En ja, die was niet echt heel denderend. Die week een beetje af van de rest. Maar voor de rest, dit paletje ben ik echt heel blij mee. Ik ga hem echt zeker gebruiken voor nog meer looks. Nou, het enige wat ik nu nog te testen heb zijn deze lipcreams en lipglossjes. Dus ik ga me even snel verder opmaken. Beetje contouren, blush, highlighter. Ik zet in de beschrijving wat ik allemaal opdoe, dus dan weet je dat. Dus dan kun je gewoon even in de beschrijving kijken. Deze make-up look komt ook op mijn Instagram. Die ga ik al plaatsen voor... Ik weet niet of hij al erop staat op mijn Instagram als deze video online komt. En anders komt hij vandaag. Dus moet je gewoon even kijken op mijn Instagram. Ben ik zo weer terug. Nou, ik ben klaar. Helemaal opgemaakt. Behalve mijn lippen natuurlijk. Dit setje kost 8 euro. En je hebt 2 lipglossjes en 2 lipcreams. Ik ga ze allemaal proberen natuurlijk. Ze lijken heel mooi. Als ik ze zo zie in de doos, echt mooi. Nou, ik heb ze hier alle 4. Vooral deze spreekt me echt aan. Kijk die glitters. Ik ga ze even allemaal swatchen. Nou, dit zijn dan de kleuren. Ze zijn allemaal vrij licht. Behalve de middelste, die is wel iets donkerder. Maar voor de rest, oh kijk die lipgloss met die glans helemaal zo. Het zijn dus 2 matte lipcreams en 2 lipglossjes. Echt mooi. Nou, ik ben echt onder de indruk. Ik ga ze even alle 4 opdoen voor jullie. Ik ga eerst beginnen met deze kleur. Dit is een High Shine lipgloss. Hebben voor de rest geen namen, want dit is ook een High Shine lipgloss. Maar ja, je hebt maar 2 lipglossjes. Ik ga deze wel even met de lippotlood opdoen, want hij is vrij licht. Ik gebruik deze lippotlood van MAC in de kleur Etc. En ik kleur mijn lippen helemaal in met dit lippotloodje, aangezien die van de Primark een lipgloss is. Omdat hij dus zo licht is, ga ik het alleen in het midden doen. En dan nog een keer met het lippotlood eroverheen. Nou, ik vind de kleur op zich best mooi. Het had wel iets donkerder gemogen. Maar als je gewoon een lippotloodje erbij gebruikt, kan het gewoon op zich wel. Ik vind hem alleen, hij is heel droog en heel plakkerig. Oh, en ik vond hem zo mooi. Oké, dit was hem denk ik niet. Deze ga ik denk ik niet vaker opdoen. Ik heb ook deze lipgloss, dus met die Ultra Shine. Deze moet echt op een kleur, anders ja, je kunt hem ook gewoon zo doen op je lippen in principe. Maar op een kleurtje is het wel mooi. Dus ik hou dit gewoon even op en ik doe deze eroverheen. Oh, nou heb ik echt van die concealer lippen. Oeh, ik vind deze kleur wel mooi hoor. Het is niet echt alledaags. Ik ga even dit eraf halen, want het is echt super droog. Ik vind het echt niet fijn op mijn lippen. En dan ga ik hem even opdoen met niks op mijn lippen. Kijk, zonder iets eronder vind ik het niet zo mooi, want het is niet helemaal gepigmenteerd genoeg. Je ziet allemaal van die plekjes er doorheen waar je gewoon nog mijn lippen goed kunt zien en zo. Maar voor op een lipkleur is deze echt heel leuk, als je het wat leuker wilt maken. Hij is ook niet zo droog als die andere. Het is gewoon een prima glossje, ook niet te glosserig. Deze plakt niet, zoals je ziet.
Deze vind ik wel leuk. Oké, nou ga ik de twee matte lipcreams gebruiken. Ik ga eerst even de paarse doen. Die was vrij licht, dus ook dit moet denk ik met een lippotloodje. Ik ga hiervoor de NYX Mauve lippotlood gebruiken. En dan deze breng ik weer in het midden aan. Nou, ook deze kleur is weer vrij licht. Maar als je een hele lichte huidskleur hebt, kun je deze kleurtjes gewoon allemaal zo opdoen zonder lippotlood als je dat graag zou willen. Deze is zeker niet zo droog als deze. Deze was echt niet fijn. Die ga ik ook echt niet meer opdoen. Deze is gewoon top. Hij is gewoon mat. En ja, met dit lippotloodje samen zo vind ik het wel mooi. Past ook gewoon mooi bij de look. Dus ja, niks slechts erover te zeggen. Voelt niet te droog. Droogt ook snel op. Dat is ook positief. Dus deze raad ik wel eraan. Nou ga ik de laatste opdoen, deze. Dit is ook de donkerste tot nu toe, volgens mij. Voor deze gebruik ik mijn Kiko lippotloodje in de kleur 303. Nou, deze vind ik tot nu toe echt het mooiste. Deze is niet zo overdreven licht. Hij is wel te licht om over mijn hele lip te doen zonder lippotlood. Maar deze kleur vind ik echt heel mooi. Dit is zeker een winnaar. Hij is ook gewoon mat, niet te droog. Hij past mooi bij de ooglook. Ja, met deze ben ik echt heel tevreden. Ik ben eigenlijk met allemaal tevreden, behalve deze. Deze drie zijn top. Deze was echt... De kleur was echt heel licht en hij was zo droog en zo plakkerig. En nee, deze zou ik niet meer gebruiken. Deze drie wel. Deze zijn echt toppers. Nou, ik ga jullie even uitzoomen. Nou, ik moet wel zeggen dat ik echt vind dat de look heel mooi is geworden. Ondanks dat ik niet tevreden was met sommige dingen, vind ik het toch wel goed geworden. Ik denk dat in de video al wel duidelijk was wat ik goed vind en wat ik niet goed vind. Ik vind dit paletje echt een topper. Zeker 10 euro waard. Ga je toevallig naar de Pri, ben je op zoek naar zo'n paletje. Hij is echt heel goed. Van het lipsetje vond ik deze drie heel goed. Deze iets minder. Vind ik het waard om dit setje te kopen? Jawel. Je krijgt toch wel drie leuke, goede producten. En misschien dat deze wel past bij jou. Dat jij hem wel fijn vindt. En dan heb je gewoon vier fijne. Of je wilt misschien een van die minder. Maar ik raad dit setje zeker wel gewoon aan. Het contour setje raad ik niet aan. En dit omdat ik alleen maar de contourkleur een beetje oké vond. En ja, ik ga niet een heel setje adviseren voor maar één dingetje. Want voor de rest, deze was niet zo goed. De wenkbrauw highlighter vond ik veel te wit. En ook niet, ja, mooi. Ja, en de cream highlighter, nou... Die was gewoon niks. Dus dit setje raad ik niet aan. Deze kwast, daar ga ik niet eens te lang over praten. Die was gewoon helemaal niks. Ook al is hij maar 4 euro, hij is niet eens die 4 euro waard, vind ik. Je kunt echt veel betere kwasten gebruiken voor ook zulke lage prijzen. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren als je nog niet bent geabonneerd. Laat ook een leuke reactie achter. Volg me op mijn social media. Daar zie je natuurlijk nog veel meer van mij. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. Doei!